Het Sanoma-gebouw, een van de grote kantoorgebouwen in Beukenhorst. Nog druk in bedrijf, maar er zijn veel problemen. Er is een leegstand van ongeveer 30%. Vanmiddag gaan we luisteren naar een initiatiefgroep die heet De Beuk Erin. Ja, wij zagen natuurlijk al een tijdje dat hier een toenemende leegstand was in het kantorenpark De Beukenhorsten. En dan ga je je handen gaan kriebelen. Hoe groot is die leegstand hier eigenlijk? We hebben recent telling gedaan en we praten over bijna 30% leegstand alleen op de Beukhorsten. Ik word er iedere dag mee geconfronteerd en het is ik vind het een treurloze aanblik om al die leegstand te zien. Ja, en uiteindelijk zijn we ook bank en dat betekent dat wij belang hebben bij een gezonde economie. En een leegstand van 30% is voor de economie niet gezond. We zijn eigenlijk gewoon begonnen door een actie te starten tegen leegstand en voor verduurzaming. Je moet gewoon stoppen nu met gronduitgiften, opnieuw bouwen en slopen aan de achterkant. Eerst even pas op de plaats maken, want het lijkt erop dat we echt op een doodlopende weg zitten. Dus wat wij zien is dat er echt alternatieve mogelijkheden zijn voor die leegstaande kantoorgebouwen. En we hopen ook eigenlijk na de presentatie van vandaag daar met ook de mensen in de zaal en de founders een vervolg aan te kunnen geven. Vandaag sluiten we eigenlijk fase 1 af. Dat was een verkenning, een analyse en met elkaar ontdekken wat nu de visie is op de Beukenhorsten. Na vandaag gaan we de volgende fase in. En daarvoor hebben we nieuwe partijen nodig. Partijen als de gemeente, partijen als gebouweneigenaren, andere lokale partijen die zeggen van wij willen met elkaar, met de Beuk erin, werken aan een duurzame Beukenhorst.